zijn hier in de rijtuig geloodst bij Game in the City 2011. We hebben een grote marktplaats met allemaal bedrijven die zichzelf presenteren en heel veel bezoekers en sprekers. We hebben twee Koreanen, Professor Kim en Mr. Kim. En die gaan allebei iets vertellen over games in Korea en met name serious games. Dus games die toegepast worden voor zaken, doeleinden of voor trainingsdoeleinden. Connecting the dot, a very interesting topic. And many people are gathered here to share their products and their technology. I think it's very good share to each other. And I hope it be opened to other countries to join together. I'm teaching game developers in my country, and I was invited here to introduce you the game industry in Korea, as well as serious games also. So I will give presentation for that in this afternoon. Especially I'm studying a serious game for the elderly. So I developed a walking game for elder people, and I'm getting good reputation in Korea. Many people in Korea would like to walk and hiking best for their leisure time. We can walk in home. So I'd like to introduce you of my game. Ik sta hier zelf vanavond in een project van mij, wat wij voor school gemaakt hebben. En HQ vroeg dat wij hier wilden staan, de DGG vroeg of dat wij hier wilden staan, dus zodoende staan wij hier ook. En het is van de HKU denk ik voornamelijk om naamsbekendheid te maken, dus naar buiten te brengen dat deze studies bestaan en om meer mensen naar binnen te slepen. Nou, wat we gemaakt hebben is het heet dan een Deep Sea Horror Experience. Het gaat over een gezonken schip, Minerva heet het schip, bij het project ook. En er moet onderzocht worden waarom dat schip nou precies is gezonken. En zodoende ga je in een onderzeeër dat schip in om rond te varen en om te kijken wat de reden is dat het schip gezonken is of dat er nog iets meer aan de hand is. Maar het leuke is dat je ook in die onderzeeër ligt. We hebben twee olievaten uit elkaar gehaald en opgelast en je ligt ook echt in je buik op die onderzeeër. Met een koptelefoon op, want ik heb de audio voor het project gedaan. En ja, je vaart dus ook echt, ja, je ervaart ook echt dat je in zo'n onderzeeër ligt. Dat is denk ik een deel van de magie van het project. De Amersfoort Creatieve Stad bestaat uit verschillende projecten, groot en klein. Zoals vandaag Game in the City, een tweedaags event over gaming. Ja, Amersfoort speelt daar een belangrijke rol in, want het blijkt dat heel veel bedrijven op het gebied van gaming in deze regio actief zijn. En daar was landelijk en zelfs internationaal gezien nog niet zo heel erg veel nadruk op. Vandaar dat daar ingestapt is door de organisatie van dit event, wat ook ieder jaar weer groeit en groter wordt. Wat maar weer aangeeft dat het inderdaad een gebied is wat in ontwikkeling is.